Heb je ook wel eens een sterk voorgevoel dat je gewoon weet wat je moet doen, maar dat je niet echt kan beredeneren waarom? Dat is nou je intuïtie. En daarover gaat de allernieuwste editie van NC. Maar onderbuikgevoelens worden ook vaak afgedaan als vaag en zweverig en zwak. Onterecht, dat blijkt wel uit onze portrettenserie. Voor hen was intuïtie namelijk een kwestie van leven of dood. Zo boekte Fiona op het laatste moment geen ticket voor de MH17 omdat haar gevoel dat zei. En besloot Simone zonder logische reden haar zusje af te zeggen. En later kreeg Simone een auto-ongeluk en werd de bijrijdersstoel, waar eigenlijk haar zusje zou komen te zitten, het zwaarst geraakt. Waar intuïtie ook een belangrijke rol in speelt is in de allernieuwste speelfilm Ik Wist Het. Ik praat met hoofdrolspeelster Sigrid ten Apel over de film, over haar eigen intuïtie, hoe gaat het nu met haar. En ook onder andere castleden zoals Melissa Drost en Tarik Jansen zie je terug in dit nummer. Tot slot lees je verhalen over het blijven in een gewelddadige relatie. Waarom vertrek je niet gewoon? Dat zeggen buitenstaanders, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Genoeg te lezen dus in deze allernieuwste editie. En er is ook genoeg te zien, want wij nemen jullie mee op 14 februari naar de première van de film Ik Wist Het. Hou ons Instagram kanaal heel goed in de gaten. En als je nou dit magazine koopt online van de winkel en je denkt, ja, lekker magazine, dan kan ik alleen maar zeggen, Ik Wist Het.